keuken of niet? Ze halen heel veel ongein uit. Zo. We hebben vandaag prachtig. Hoi. Goed, gewoon van de bellen. Het gaat momenteel best wel goed met mijn... Goedemorgen, het is zondagochtend en we hebben een lekkere zondagochtend, chillochtend. Ze zit naast me te ontbijten en een beetje tv te kijken. Nou, dit is mijn tweede. Ja, dat is je tweede al, hè. Ik heb gedoucht, eindelijk mijn haar gewassen en dus aan het drogen. Minimaal make-upje op. En nu is Sarah zich aan het aankleden. Oh, en dan kijken we wat gaan doen. Het is niet zo lekker weer. Een beetje jammer. Ik werd net door Sarah gebeld en die had even oppas nodig, dus die komt Shaina hier brengen. Dat is wel leuk voor Sarah, want Sarah en Shaina zijn altijd besties. Maar ze zijn natuurlijk ook een beetje een tweeling. Dus die komen elk moment. En dan wordt het weer doodras boeien in huis. Want die twee samen zijn wel heel leuk. Maar ze halen heel veel ongein uit samen. Nou, de dametjes zijn... Ik wel. Hey. Nee. Dametjes zijn heel lekker aan het spelen met de Barbie. Ik woon in huizen. Oh, oké, sorry. Pa. Nou, wat is dat nou? Dat is geen Sarah. Je bent altijd lief voor dieren. We hebben vandaag pannen gegooid. Oh, oh, de verhalen hebben we! Ja, gaan lekker patatjes eten met z'n allen. Oh, zijn jullie blij? Gaan we borden pakken? Ja! Verrassing! Sarah is net naar huis met Shaina. En toen was het echt gelijk bedtijd, dus ik heb gelijk Sarah naar bed gebracht. Oh! En ik moet gaan editen, maar juist omdat ik achter lig, heb ik nu nog minder zin. Dus ik ga eerst heel veel tv en dan ga ik wel echt een vlog even editen. Want ik zal wel echt nu moeten. Moet gewoon. Ah. Soms heb ik gewoon van die buien en heb ik nergens zin in. Daar zit ik nu een beetje in. Het gaat momenteel best wel goed met mijn kwijtraken van mijn lockdown kilo's eigenlijk. Dus... ik eet weer een appeltje als avondsnack. En ik ben trots op mezelf. Het is gewoon fijn om weer mijn oude lichaam, zeg maar, terug te krijgen. Wat ik hiervoor heel lang had. Alleen met al die lockdown dingen lukte dat gewoon niet. En op de een of andere manier gaat het nu wel heel erg goed. Dus daar ben ik blij om. En ik heb anderhalve vlog geëdit. Dus, en nog één gerenderd, want ik was op anderhalf, want ik had wel eerst tv zitten kijken. Het is echt heel erg. Ik heb echt heel erg last van uitstelgedrag momenteel. En toen dacht ik, ik wil die andere wel even renderen en uploaden. En mijn computer loopt het niet zo lekker als die aan het renderen is en aan het editen. Toen dacht ik, nou, als ik er dan morgen weer anderhalf doe, ik lag er 3 achter, dan kom ik toch weer een beetje bij. Want dan hoef ik de dag daarna alleen maar 2, doe ik weer anderhalf en dan weer anderhalf, dan ben ik er zo voor een paar dagen bij. Dat was een beetje mijn theorie. Oh, mijn telefoon blijft gaan vandaag. Ik heb echt zin om te negeren, maar... Oké, ik ga mijn appel eten. En ik ga gewoon weer op tijd naar mijn bed. Weer voor 12. Ik ga 12 uur in bed liggen, niet redden. Maar we zijn op de goede weg. Het is 1 dag school en daarna morgen, of de dag daarna toch weer vrij. Dus dat komt wel goed. Ik wil dus de vlog afsluiten en je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik dan even op die knopje onder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!